Deze week bracht horecawebsite Miset Horeca de nieuwe nationale koffietop 100 naar buiten. Geen enkel Nijmeegs bedrijf komt voor op die lijst. Ook koffiehuis met passie niet. Dat komt niet omdat de koffie in Nijmegen slechter is dan elders, maar vooral omdat de lokale ondernemers niet geïnteresseerd zijn in deelname. Bedrijven moeten zich namelijk inschrijven en €175 betalen om een kans te maken om op die lijst te komen. Verschillende Nijmeegse ondernemers laten weten niet achter het concept te staan en weinig waarde aan de lijst te hechten. Vorig jaar was er nog wel Nijmeegs succes. Café de Blonde Pater werd de nummer 1. En precies daarom mocht het café dit jaar niet meedoen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.